Een kind als jij en ik leefde onbezorgd en vrij. Ze had veel mooie dromen, maar dat ging al snel voorbij. In Europa was een crisis, veel armoe, weinig werk. Dat maakte Adolf Hitler in eigen land heel sterk. Hij werd de grote leider en bezette ook ons land. Hij beloofde werk en eten, maar er was iets aan de hand. Want voor het Joodse volk voelde hij intense haat. Voortaan mocht ook Anne niet meer zonder ster op straat. En toen de kampen kwamen, liep haar leven echt gevaar. Met familie dook ze onder. Gedurende 2 jaar, hun geheime woning werd het achterhuis genoemd. Anne kon goed schrijven, haar dagboek is beroemd. Toch werden ze verraden, in treinen weggevoerd. Zo werd op brute wijze haar de mond gesnoerd. Een kind als jij en ik, met een leven veel te kort. Ze heeft haar lot beschreven, zodat dit nooit verandert.